mensen, vandaag een nieuwe video. Vandaag ben ik weer samen met Anouk. Yay! We gaan weer een challenge opnemen, want jullie weten, vrijdag is Judith versus Anouk. En in die video's doen Anouk en ik gewoon simpelweg challenges tegen elkaar. Meer is het eigenlijk niet. En meteen even zeggen, we hebben op de voorgaande aflevering super veel straffen gekregen. Echt heel erg leuk, we hebben echt vet veel ideeën nu voor straffen. Maar we hebben echt super weinig opdrachten gekregen. En opdrachten is moeilijker te verzinnen dan straffen. Dus als jij nog een leuke opdracht weet, laat het me weten. We kunnen ook opdrachten herhalen trouwens. Dat is niet erg op zich. Maar het is toch leuker om verschillende opdrachten te doen. Ja, precies. Ja. Als Anouk zegt. Vandaag hebben we een hele leuke opdracht die we zelf hebben verzonnen. Eigenlijk hebben we alles zelf verzonnen. Behalve verstoppertje. Verstoppertje hadden we van Daphne gestolen. Maar ik heb Daphne gewoon haar credits gegeven in de beschrijving, jongens. Niet in de video zelf, dat was ik vergeten. Maar ik zeg het nu even. Maar heb jij nog een leuk idee? Let me know. We hebben wel een paar leuke dingen, maar we moeten veel leukere ideeën hebben. Dus laat ons gewoon opdracht ideeën weten. Maar de challenge die we vandaag gaan doen, Anouk. Wat mag gaat ik de challenge in? Anouk mag de challenge uitleggen, jongens. Hopelijk gaat het beter dan de vorige keer. Oké. De bedoeling is dat wij van A naar B racen. Maar met een twist of zo. Ik begin in Mistval en ik ga naar Golden Hills te racen. En Judith begint in Golden Hills en zij moet naar Mistval te racen. Je mag niet de boot gebruiken. Je mag niet de trailer gebruiken of andere openbaar vervoersmiddelen. Dus de luchtballon zou je ook niet mogen gebruiken. Dat is eigenlijk heel onlogisch als je die gebruikt. Je mag eigenlijk gewoon niks gebruiken behalve Spirit, want we zitten allebei op Spirit. En ik ben lucky. Wat? Ik ben lucky. Je moet beginnen in de stal van Golden Hills. Je moet beginnen in de stal van Mistval. Pas als je in de stal van Mistval of Golden Hills bent, dan pas heb je de race gewonnen. In ieder geval, laat je rijden maar even zien, Anouk. We hebben allebei rijden 30. Want dan zijn we allebei eerlijk in snelheid. En het rijden heeft, of discipline, wat swiftness is toch? Heeft 17, toch? Swiftness heeft bij mij ook 17. Oké. En dat klopt. Maar ik denk dat we nu allebei naar onze plaats toe moeten gaan. Okay. Dat doen we even via de trailer nog, want we gaan niet helemaal naar Dundle reizen. Er zijn heel veel mensen. Sorry voor als je daar stond net. En we hebben niet tegen je gepraat. Alleen ik heb best vaak van tevoren gezegd dat we gingen opnemen. Alleen er kwamen steeds meer mensen bij. Was best wel heftig. Ik zal heel even de camera iets lager zetten. Oké, moet naar Dundle. Wow, wat mag ik worden. Ja, dit is beter. Dat is echt heel ik heb zo weinig Jorvik series, kijk. Wat? En als ik ga praten, dan kraak. Jij ging naar Dundle, hè? Ik ging naar Dundle. Moeten we onze strategie delen? Eigenlijk niet, hè? Dundle heeft geen stallen. Wel, Dundle heeft wel stallen. Ja, waar die paarden in staan, die te koop staan. Shit. Ja, ga dan maar in die stal staan. Of in, het wei. Ja, dan begin ik hier in de paddock. Dan moet jij eindigen in die paddock waar je kunt springen, Anouk. Oh, daar. Ja. Even, er is een regel anders. Ik was vergeten dat in Dundle niet in een stal kon staan. Dus wat de nieuwe afspraak is, dat je in de paddock begint en waar je ook eindigt bij mij dan met de wedstrijd van Golden Hills, met de champ. En Anouk staat in de paddock. Toch? Wacht, waar moet ik naartoe? Ja, Je moet naar Golden Hills. Ja, maar Golden Hills waar eigenlijk? Op de stables en dan dat die race die iemand kan halen of zo. Ja, waar je de meeste races hebt. Ja, weet ik veel. Dat, je weet toch wel waar? Er is maar één stal in Golden Hills. Ja. Ja, daar moet je heen. Ja. Kijk, ik wil heel. We zetten gewoon de tijd aan. En ondertussen ga ik mijn strategie bedenken. Ik heb trouwens aan mensen gevraagd of ze. Ik heb aan mensen gevraagd of ze vragen hadden voor ons. En er zijn een paar die hebben geantwoord. Dus misschien kunnen we die ook nog wel even beantwoorden terwijl we hiermee bezig zijn. 5, 4, 3, 2, 1, go. De timer staat aan, jongens. Oké, mijn strategie. Ja, als het goed is, komen Anouk en ik elkaar halverwege tegen. Oh my god, ik zie een ster. Ja, ga je die pakken? Nee. Ik ben heel erg verkouden. Als jullie denken, Judith, wat is dat voor gare stem? Nou, daarom. Oh, de update is ook geweest gisteren. Was ik helemaal vergeten. Wat was de update? Oh, in Fort Pinta iets. Jongens, lijkt het jullie leuk als we meer gaan livestreamen? Let me know. Het is wel een ding, want je weet natuurlijk niet precies wat nou het snelste is. En elke seconde telt, jongens. Want als het goed is, zouden Anouk en ik elkaar halverwege tegen moeten komen. En als we elkaar niet precies halverwege tegenkomen,
dan is er dus. Hebben we een foutje gemaakt? Of dan is er eentje die meer heeft gesprongen of zo. I don't know. Dus dat is dan wel heel erg leuk hier aan. Wel springen met sneller gaan? Nee. Zeg ik niks over. Oké, zullen we een vraag gaan beantwoorden? Ja, dat is de vraag voor vandaag. Wat vond je de leukste Let's Play die je samen hebt opgenomen? Ik denk met theezakje, toen ik theezakje ging kopen. Oh ja, maar toen deden we nog niet met Skype en zo. Nee. Oh ja, wacht, ik was heel snel upgedate. Dat valt me nu pas op. Wow. Nu wil ik het weten. God, nu wil ik het weten. Oké, ik ben uit Golden Hills. Nu al? Oh wacht, ik ben ook uit Dundalk. Ja, uit Dundalk of uit Mistval? Ja, Mistval. Oh, oké. Ja, ik vond die ook heel erg leuk. Maar ik vind die challenges super leuk om op te nemen. Vind ik echt veel leuker dan normale Let's Plays. En ik had het er met Anouk over. We willen eigenlijk normale Let's Plays nog soms gaan doen. Maar we willen dan meer ons gaan focussen op... De challenge. Challenges, ja. Maar ik wil ook livestreamen erbij gaan doen. Lijkt me wel heel erg leuk. Dus dat vroeg ik ook net of jullie dat leuk vinden. Ja, maar ik denk dat livestream dan zeg maar is dat dan zeg maar de Let's Plays worden. Bijvoorbeeld het quest doen... Nou ja, Jorvik Sillings. Oh shit. Ophalen. Gewoon een beetje dat soort dingen doen. En dat zeg maar, de Let's Plays van de challenges, dat we nu doen. Ja, want iemand vraagt ook, zegt ook van meer video's. Ja en nee. Het ding is, ik vind het heel leuk om video's te maken. En oh, ik sta vast. Shit. Ik vind het heel leuk om stars of om Let's Plays te maken. Alleen wat jullie niet helemaal doorhebben is het editen, jongen. Ik doe dan nu ook editen, hè. En eerst deed ik dat nooit. Het editen van deze Let's Plays duurt uren. Echt uren. Ja, maar dat is sowieso met editen. Ja, klopt. Alleen die normale stars, vroeger edit ik ze niet. En ik zit ook een beetje te twijfelen of ik dan misschien 1 keer, 2 keer in de week upload en dan de challenges helemaal edit. En die andere dat ik die dan niet zo uitgebreid edit als dat ik de challenges doe. Ja. Nee, ik denk niet dat we elkaar tegen gaan komen, Anouk, want ik heb een andere route gevonden, denk ik. Ah, ik nee, dat werkt niet. Wij en Steve. Kut, echt? Ja. Oh, nee, ja, dan gaan we elkaar wel tegenkomen. Oh, kak. Oh, we hebben niet verteld wat de straf is. Oh ja. Oké, de straf is haar kopen. Haar kopen? Haar toch? Ja, ja, ja. Oh, kak. Is dit slim wat ik nu zo ga doen? Ja. Oh nee, ik ben heel dom bezig. Ik dacht helemaal, ik moet naar Fort Pinta. Ik ben echt een dronken lap, man. Jezus, ik had al lang bij Steve's kunnen zijn. Is dit slim wat ik ga doen? Ik ga... Oh, kak. Oh, kak. Oh, kak. Oké, ja, dat had ik kunnen verwachten. Oh, ik zie jou. Echt? Ja. Oké. Okay. Hey, we zijn elkaar dus wel halverwege ongeveer tegengekomen. Ondanks dat ik vet dronken aan het rennen ben. Maar volgens mij, jongens, moet Anouk minder ver dan dat ik moet. Oh, ik weet het zeker. Verlies ik nou alweer? Hebben jullie trouwens bijgehouden? Nu? Op dit moment? Vaak? Ja, het is nu 1-1. Maar we helemaal aan het begin van het seizoen zeiden we... Of seizoen? Zeiden we dat we echt... dat er maar een paar afleveringen kwamen. Maar ik denk eigenlijk gewoon dat we dit standaard op vrijdag gaan uploaden. Jammer. Ik wou gewoon weten hoe leuk ik het vond. En ik vind het veel leuker dan ik had gedacht. Maar ik vind het ook wel geinig. Want je hebt dan elke keer wel iets nieuws. Ja, ik ben zo scheef aan het rijden. Als jij niet wint, dan gaat er echt iets fout. En ook, want ik ben gewoon naar Fort Pinta gereden. Ik was in de buurt van Fort Pinta terwijl ik naar die fucking brug moest. Ik kom dan met de boot. Oh nee, Dundel heeft een boot. Dat is dan wel echt wat ze heel stom hebben gedaan. Dat Dundel geen boot heeft. Wow. Waar ben jij nu, Anouk? Bij de rij. Waar ben jij dan? Hé, ik hoor Lotje Hinneke. Echt? Ja, ik hoorde Lotje Hinneke. Lotje is ons eigen paard. Nee, oh, wow. Nee, echt nog niet. Nee, half uur. Nest. Is het 3:30 pas? Nee, het is 4:30 Anouk. Oh, 4:30. Ja, we zijn weer 1 uur bezig geweest met alles installeren. En dan begonnen we met opnemen en dan gingen haar microfoon uit. En toen begon het opnemen, ging mama opeens roepen dat ze ging wandelen. Dus ik liep helemaal naar haar toe om te vragen wat er aan de hand was. Ja, ik ga wandelen. En waar ben je nu? Ben je aan Golden Hills? Ja, lang. Ik ben nu net bij de champ. Ja, ik ben nog niet eens in Mistval. Wow, erg heb je omgereden. Ja, ik ben daar bijna naar Fort Pinta gereden. Maar mag jij dan kiezen welk haar ik koop? Ja, ja. En die moet je dan de volgende ook dragen. Volgende. Ja, de volgende aflevering draag ik dan ook dat haar. Ik ben nu in het vestdoek. Kut, ja.
Nee, ik had nu eigenlijk bij die paddock moeten zijn. Stel je voor dat we precies tegelijk aan waren gekomen. Ja, dan waren we tegelijk aangekomen. Nou jongens, ik denk wel dat ik ga verliezen, dus. Ik ben nu op de brug naar de dingen. Ja, jij bent aan het winnen. Waarom ben ik zo goed in Nee, jij bent niet goed. Ik ben gewoon verkeerd gereden, 5 keer. Ik stond ook nog een keer vast. Drie. Twee. Eén. Ik ben binnen. Oh, nou, ik ben hier geëindigd, jongens. Maar dat komt omdat ik natuurlijk een fout ben gereden. Dat was echt Waar ben heel je nu? dom. We hebben er in totaal 9 minuten over gedaan. Dus van de ene naar de andere kant doe je 9 minuten over in Star Stable. Je mag nog kiezen tussen drie. Mag kiezen. Ja, tussen Oh. drie. Je mag tussen drie kiezen. Nee, Als jij niet. drie naar onder gaat. Wacht, ik ben nog lang niet bij je. Au, au. Oké. 3 naar onder. Drie naar onder van links. Helemaal links. Ja? Heb je er eentje? Ja, met Als je er. vlechtjes. Ja, die kleine staartjes. Oh, Drie ja. naar onder. Dat is eentje boven. Die mag je. Eentje daarnaast. Ja? En dan. Drie daarnaast. Even kijken hoor. Ik neem de goedkoopste. Hoor. Dat had ik al gedacht. En zo zijn dat netjes nog allemaal mee Kijk, kijken. Anouk. Ja. Het staat je beeldig. I know. Oké, nou jongens, ik denk dat dit dan de challenge was voor vandaag. Reageer met wat voor smiley als ze tot nu hebben gekeken, Anouk. Wat voor smiley? De middelvinger. De middelvinger. Zullen we daar een peace teken van maken? De wijsvinger. Lijkt dat de middelvinger, maar het is de wijsvinger. Oké, comment de wijsvinger als je nu tot nu hebt gekeken. Omhoog Anouk, waar trouwens, ben je? wijsvinger. Oh, hier. Laat jouw challenge ideeën achter in de reacties, want we hebben echt nodig challenge ideeën nodig. Ha, wat een zin. We hebben echt nodig challenge ideeën nodig. Oké, dus ik hoop je te zien bij de volgende challenge. Anouk, hoop jij ze ook te zien bij de volgende challenge? Nee, maar Oh, ik nou, moet wel heel enthousiast doen. ik hoop wel Ja. jullie te zien. Oké, tot dan. Doeg. Doeg! Doeg.